video aan Bolstar. Vandaag gaan we namelijk een filmpje opnemen voor TikTok. Want we zien heel veel filmpjes verschijnen, ook jongens. Ja, toen om een beetje te spotten met K3, ben dat ook niet gewoon. Normaal doe ik dat ook nooit. Dus ik dacht, ik doe gewoon mee. En nu zie ik er, ik ga proberen of jullie het goed kunnen zien. Lacht jullie alsjeblieft kapot. Zo zie ik er nu uit. Echt zo. Ja, ik voel me echt een beetje lelijk. Ik heb ook de schoenen aangedaan, mensen. Het is niet dat ik de schoenen ook aangedaan. Kijk maar. Dat valt er nog niet. Dat zijn nog mooie schoenen. Maar het ziet er echt wel grappig uit eigenlijk. Dus ik dacht, ik doe gewoon mee. Ik ga op YouTube een liedje spelen. Dat kunnen we hier niet op dingen doen. Want alle K3-liedjes zijn namelijk zo. Die zijn geclaimd. En dat gaat niet om dat erop te zetten. Maar wat wel kan, is toch eens dus tonen. Ja, ik weet het. Dus, ja, maar je ziet me toch wel een beetje zo. Ik vind het echt wel een beetje lelijk, maar goed. We doen het gewoon voor YouTube, ook voor jullie. Zo, ik ga daar de televisie aanzetten. Voor het liedje, ik heb ook nog een micro. Want ja, een goede K3 heeft een micro. Ik ga ook nog een filmpje maken trouwens. Met een t-shirt aan. Dat komt ook nog, dat ga ik doorsturen ook nog naar sommige mensen. Ook dat was een beetje zo hoe dat ik mijn auditie zou gedaan hebben. Zou doen eigenlijk ook, want ik heb mijn auditie eigenlijk opgenomen. Dus dat gaan we ook doen. Dus ja, maar ik zie er echt wel ja, een beetje raar uit. Zo gaat het nog, omdat je dan denkt het is een t-shirt. Maar als je dan naar achteren gaat, dan is het echt wel een jurk en dan is het echt wel lelijk. Ik kan hier zelf nog wel, als ik wil, een staartje maken. Het is echt verschrikkelijk. Oké, we gaan nu de muziek aanzetten, dus ik ga nu naar mijn televisie gaan. Met jullie pakje. Als er nu iemand belt, ik zweer het, ik meen het echt, dan word ik zot. Als er nu iemand belt en zegt van, hey, hallo, ik kom een pakketje, dan sta ik daar zo. Dat is echt lelijk, omdat je dan, ja. Veel mensen zeggen altijd, jij bent toch zo naar K3 ooit geweest? Ja, dat is waar. Maar, ik vind het echt niet leuk. We zetten onze televisie aan op apps. Zo. Dan gaan we dat liedje zoeken. Hè. En dan gaan we dat zo doen. Eigenlijk is het altijd als iets gezocht wordt, is het altijd Nieuwse Stadsvader dat erop komt. Allee, ik hou van Nieuwse Stadsvader, niet verkeerd begrijpen de mensen. Maar het is altijd wel grappig als Nieuwse Stadsvader. Eigenlijk altijd als eerste erop komt. En dan K3-liedjes, yes. Voilà. Dus ik ga dat even opnemen voor... Hallo, ik ben Sil Bollard. Ik ben 30 jaar. En ik hou heel veel van zingen. Eén klein kusje en de tijd bleef staan. Twee grote ogen lieten mij niet meer gaan. Drie mooie woorden en je sprak me aan met I love you, baby. I say love you, baby. I said, ja, pak je weer. Hey, hallo, ik ben Sil Bollard. Ik ben 30 jaar. Ik hou heel veel van dansen en zingen. Ook van acteren. Oh ja, lele, ik voel me plots weer zo. Oh ja, lele, doe het nog één keer zo. Oh ja, lele, zing met ons mee. Oh ja, oh jee, oh ja, lele. Zo, de zon zit er een beetje in. Maar ik zal voor jullie een stukje zingen. Dus... voor jullie speciaal. Voel jij je ook soms zo alleen met al die mensen om je heen? Als je lacht, als je huilt en er niemand luistert,
elke dag voor een muur komt te staan. Kijk me aan, kijk me aan. Je hebt een vriend, iemand die voor jou door vuur gaat. Elke dag weer voor je klaar staat. Voor altijd aan je zij. Je hebt een vriend, iemand die je nooit alleen laat. Met jou de toekomst tegemoet gaat. Geloof me maar, je hebt een vriend in mij. Elke bonder mooie dag, elke aanstekelijke lach. Is de nacht soms te lang, is het pad te duister. Steek je hoofd niet in het zand, neem een hand, neem een hand. Je hebt een vriend als je lacht, als je huilt en niemand luistert. Voilà, alsjeblieft voor jullie. Nu gaan we straks gaan kijken wat in de brievenbus zit eigenlijk. En dan ben ik als... Dus ik ga eventjes zo naar buiten. Ik weet, het is een beetje raar om te zien. Maar ik wil het toch even laten zien eigenlijk. Het is wel een beetje grappig. Ella, mijn cd-speler niet opeten. Het is natuurlijk wel grappig, maar het is wel een beetje zo... Ja, het is zo dubbel eigenlijk. Hè? Omdat ik... je wilt zo een jongen zijn en dan ga je zo rondlopen. Maar ik doe het eigenlijk een beetje voor vandaag. Omdat we toch een beetje een K3-video maken. Eigenlijk laten we het dan helemaal gek maken eigenlijk. En maken we het dan helemaal af. Hè? Maar ik ga even naar mijn buurvrouw eigenlijk. Om te laten zien wat vind ervan. Eigenlijk op zich... daarom dat ik eigenlijk eens ga bellen. Ik hoop maar dat ze thuis is, want anders heb ik voor niet zo zeg buiten. Maar we gaan echt wel eventjes zo naar buiten. Ja, het is koud, het is winter, dat ook nog. Er is eigenlijk nog nooit geen kadertje gestopt in de zomer. Dus ja, het is wel koud. Maar we gaan het toch maar doen, schijntje. Er staan daar juist die mensen buiten. Nee. Er staan de mensen aan die buiten. Er staan mensen buiten. Andere buren. Het is niet waar. Het is niet waar. Als het stil gezien moet worden, dan wordt het stil gezien namelijk. Hè? Wacht even, Sil. Nee, ik wacht altijd op u. Alles goed? Hey, mag ik iets vragen? Dus, je ziet wel degelijk. Ik heb aan de deur gestaan. Ik heb dus echt wel met dit buiten gegaan, zodat je kan zien. Dus het is hier koud, dus ik ga er naar binnen. Ik heb er echt wel degelijk auditie voor gedaan. Het is wel degelijk gedaan en ik ben zo naar buiten gegaan. Dus elke zei, ja, eerst had ik op. Sowieso, hè. Voilà. Ik ga het uitdoen, want het begint wel een beetje te pieken. Ik ga nu de kalkoen opeten. Ik merk wel dat er veel haat op TikTok. Allee, ik krijg nu heel veel haat. Gewoon het filmpje met die jurk. Maar ik trek me dat ook op zich niet aan. Maar er zijn wel mensen die dit soort dingen wel ook meemaken elke dag. En die dan zich wel aantrekken. En die dan misschien iets doen. Waardoor dat ze zelfmoord plegen of zo. Ik vind dat wel erg eigenlijk. Ik, ja, ik op zich trek me dat niet aan. We mogen ze veel haat geven. Dat ze willen. Ik ben daar niet wakker van. Zo ben ik altijd al geweest. En zal ik ook altijd zijn. Maar wel mensen die daar wel wakker van liggen. Die wel zoiets hebben van, ik krijg haat en ik ga er iets mee doen. En dat vind ik wel heel erg. En dat wil ik even zeggen van, ja, je kunt iets niet mooi vinden of je kunt iets niet leuk vinden of zo. Maar je post daar dus totaal niet de verkeerde dingen onder. Want dat vind ik wel erg. Ik zelf zeg het. Ik kleed er momenteel nu. Niet wakker van. Nou, veel mensen dat wel doen. Dus zo hoop ik vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog, niet abonneer en morgen zijn.